De titel Alba Alba is volledig ontdooid. Zijn ogen zijn gesloten. Ik neem hem mee op mijn linkerarm alsof hij een baby is en wrijf zijn rubberachtige, geschubde klauwen tussen mijn vingers om zijn armen. Wat moet ik met je, fluister ik. Ik trek een van zijn vogels open en bewonder het spierwitte vederkleed. Hij is perfect, zo sierlijk. Kerkuilen kampen nooit meer met overgewicht. Ze blijven slank omdat een jacht op meizen minstens zoveel energie kost als de calorieën die ze ermee verschalken. Een nacht zonder prooi kost 10% van hun lichaamsgewicht. De hongersdood ligt immer op de loer. Misschien moet ik als een titel gaan leven en mezelf voortaan slechts 1 bijt per dag toestaan. Is vast beter dan die scheidpillen slikken. Een van de week stond ik bij de ontbijtgranen in de supermarkt toen ik plotseling hevig aandrang kreeg. Terwijl ik alles op alles zette om de uitgang op slot te houden, schoot ik een schapenvulster aan en vroeg ik haar of van het personeelstoilet gebruik mocht maken. Dat was niet gebruikelijk, zei ze. Maar nadat ik haar wanhopig beetpakte, nam ze me mee naar achteren. Het was een piepklein hokje. Een verreelde bezemkast met een plonspot. Ik liet alles ongezien open. De tijd om vooraf een bedje van wc-papier te fabriceren ontbrak. Na afloop waren de zijwanden van de pot helblauw en leek de stank erger dan ooit. Toen ik mijn billen wilde afvegen, ontdekte ik dat de wc-rolhouder geen papier bevatte. Alleen een kartonnetje hing er nog. Ik had een zakdoekjes bij me, geen spotless, niks. Ja. Terwijl ik keer op keer doortrok in een poging de plonspot schoon te spoelen, scheurde ik het rolletje open en veegde daarmee mijn achterkant af. Zo goed en kwaad als het ging. Ik durfde het niet in de wc te gooien, want dan zou hij verstoppen. Er stond geen eens een prullenbakje. Als ik daar werkte, zou ik de vakbond inschakelen. Waar moet je als vrouw je tampons laten? Of in dit geval, je kartonnetje met blauwe poepresten? Ik verstopte het achter de toiletpot en maakte me snel uit de voeten. Mijn karretje met boodschappen liet ik achter. Zelfs het muntje durfde ik er niet uit te halen. Totdat de betrokken schappenvulster met pensioen gaat, kan ik me in die supermarkt niet meer vertonen. Spijtig, want ik kwam er graag. Ik draag de kerken aan naar buiten, de nacht in, waar de maan ons barmhartig beschijnt. Bij de oude berg op ons landje vlieg ik de vogel op zijn rug in een van de met mos begroeide holletjes aan de voet van de stam. Lig je lekker zo? Ik maak met Maartens digitale camera een serie foto's, waarbij ik de Tito af en toe verleg en zijn veren gladstrijk. Aan profiel komt hij het minst tot zijn recht. Na afloop van de fotoshoot haal ik de schop uit de schuur om een grafje te delven. Op zoek naar een geschikte plek dringt het tot me door dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen. Iets weerhoudt me. Ik heb al vele vogels een waardig uiteinde gegeven, maar deze is te bijzonder, te gaaf om te laten vergaan. Ik plant de schop in de aarde bij de oude berg en speur de hemel af tot ik het stilpannetje zie. Dingen die er altijd al waren en er altijd zullen zijn, stellen me gerust. Nadat ik het stilpannetje heb gelokaliseerd, denk ik aan Jaap, een vogelpreparateur. Een man van de oude stempel. Hij werkte vroeger voor de vogelopvang en komt nog af en toe buurten. Jaap heeft al een keer om een kadaver gevraagd, maar wilde het steeds af omdat we bang waren dat hij onze dode vogels zou verkopen. Misschien is dit het moment om zijn hulp in te roepen. Als Jaap de kerkuil prepareert en op een boomtak zet met een voetstukje eronder, kunnen we hem in een waardige pose fotograferen. Zijn portret kan onze profielfoto op Facebook worden in plaats van het nietszeggende logo dat we nu gebruiken. Bovendien, de uil is het symbool van wijsheid. Hoe mooi wil je het hebben? Opgelucht trek ik de schep uit de aarde. Schat! We gaan het allemaal anders doen. Met mijn vrije hand til ik de Tito aan zijn poten uit zijn holletje. Zijn vleugels vallen open. Ik hou hem op zijn kop voor mijn gezicht. Jij wordt onze mascotte, hoe vind je dat? Je moet nu weer even de vriezer in. Maar morgen bel ik Jaap en krijg je een mooi plekje bij de receptie.